Het gaat eigenlijk best lekker. Verrassend genoeg. In het begin dacht ik dat ik er een dikke kluif aan zou hebben. Maar het valt me eigenlijk nog wel mee. Erg leuk. Ik vond het erg spontaan. Gezellig. Het was lekker op de gemak. Minder statig dan dat ik me voor ogen had eigenlijk. Het was een gezellig gesprek en daardoor ging het schilderen ook eigenlijk lekker soepel en als vanzelf. En was de tijd daardoor dus veel sneller voorbij dan dat ik had gedacht. Ik hoop dat ze een hoop herkenning ziet. Niet alleen qua uiterlijk, maar ook het beeld wat ik van de burgemeester nu wel heb. En vooral dat ze een ontspannen versie van zichzelf ziet na zoveel jaar burgemeester te zijn geweest. Ik denk dat dat wel is wat ik... De reactie is waar ik wel op hoop, ja. Dat ze een prettig gevoel erbij krijgt zonder dat ze aangestaard wordt door zichzelf. Het wordt een kleurrijk geheel en het thema water komt er zeker niet terug. Ik ben op de goede weg, dat merk ik wel. Als ik zo kijk, dan denk ik, nou, ik zie wel welke kant het opgaat. Maar het kan ook zomaar zijn dat als ik bezig ben, ik de hele boel nog even omgooi. En er ineens iets heel anders van maak. Dus daar blijf ik ook mezelf een beetje bij verrassen. De start is er. Je kan wel zien dat het Marina van der Velde is. Maar het is nog een heel gevecht om haar sprekend erop te krijgen. Maar we hebben nog een maand. Dus dat gaat lukken. Ze is makkelijk te herkennen, alleen ik heb zelf vind monden altijd nog een heikel ding. Ogen en het gezicht en zo, dat gaat verder redelijk. En haar en. Maar de mond, dat wordt altijd nog wel weer een uitdaging, om het zo te zeggen. Maar dat is leuk. Leuk om te doen. Ja, nee, zij blijft in Roelevaarsveen wonen. Dus zij geeft aan van ze is hier komen wonen en ze heeft het naar haar zin hier. Dus ik denk dat ze het... En zij is ook een burgemeester die graag onder de mens is. Ik hoop dat ze hier een prettig leven heeft. En dat is ook wel, want als de dorpse sfeer die zij goed aanvoelt, als ze daarin meegaat, dan... Nou, dan gaat het helemaal goed komen hier. Ik geloof wel dat ze een workaholic was of zo. Dat er ging heel veel in dat hoofd om. En er kwam ook heel veel uit, weet je. Dat is eigenlijk mijn indruk die ik van haar had. Ja, lekker. Ja, prima. Het valt me alles mee eigenlijk, hoor. Want ik zag er wel tegenop. Hè? Omdat, zoals ik al zeg, ik ben geen wedstrijdschilder. En ik zag er wat dat betreft ook wel een beetje tegenop. Maar dit gaat echt, het gaat heel erg prettig dit jaar. Ja. Nou, dat zou best wel eens... Want dan denk je van op een gegeven moment... Zo, dat is hem. En dan kom je op een gegeven moment weer in je atelier. En dan kijk je, oh nee, het is het toch niet. Dus weet je wel, vaak, ja, die laatste loodjes, die zijn er ook. Ja, ja, ja. Nou, laat ik in ieder geval hopen dat ze het begrijpt. That's it, weet je wel, zo van dat ze het begrijpt. En dat vind ik al genoeg. Verder vind ik dat een moeilijke vraag. Nou ja, het leuke vind ik met het schilderij van de burgemeester is dat we ter plekke ook even geschilderd hebben. En dan voel je zo'n persoon in. En dat is best belangrijk, want ik vind het ook belangrijk dat je de bezieling van zo'n persoon en van de burgemeester, dat ik die te pakken weet te krijgen, dat ik die kan maken. Ja, ik vind het gewoon vooral best wel een warm persoon, dat ze echt wel, wel hart voor de mensen heeft. En dat is denk ik ook iets wat ik het meest heb opgepikt, want dat vind ik zelf ook belangrijk, dat heb ik ook. Ja, hart voor de mensen. Ik hoop wel dat ze zichzelf daarin herkent, sowieso. En dat ik een beetje van haar persoon en haar bezieling daarin heb gelegd. Ja, dat hoop ik natuurlijk wel. Ja. Ja, in eerste instantie vond ik het wel een onwijze eer. Ik dacht wel gelijk van, nou, dat wordt wel lastig qua tijd. Maar toen ik er eenmaal over nagedacht, dacht ik wel van, nou, dit is wel een unieke kans om de burgemeester te mogen tekenen voor haar afscheid. Nou, daar was ik gisteren achter gekomen toen ik bezig was met het schetsen van de haren. Dat wordt nog wel een flinke karwei, denk ik zo. Ze heeft best wel een behoorlijke bos haar. Zeker met krullen, dat maakt het nog lastiger. Ik denk dat dat wel een beetje de grote uitdaging is. Misschien ook wel in combinatie met de ogen. Dus daar heb ik wel wat uurtjes werk aan, denk ik.
Een jaar of 5 geleden toen ik een beetje ben begonnen met cartoons tekenen. En na een aantal jaren werd dat steeds wel meer portretten tekenen. En door onwijs veel te oefenen is het eigenlijk gekomen tot waar het nu is. Dat ze vooral heel veel van varen hield. Ja, vooral dat is bijgebleven. En dat wil ik toch ook wel een beetje terug laten komen in het portret. Ik had na afloop nog even met haar gepraat en kwam erg aardig over.